Een deel uit Canto Ostinato was dat, bewerkt voor orkest door Anthony Fiomara. Thank you.
Barme, die uit Matthäus Passion was dat. Gespeeld door concertmeester Natja Wijzebeek en Hans Wolters op hobo, samen dus met hun eigen Radio Philharmonisch Orkest. En applaus hier uit de grote zaal van Tivoli Vredenburg voor het Gloria van Vivaldi. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Chloe Rook hoorde je met het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor hier tijdens het NPO Klassiek Top 400 concert. Thank you.
Jai en Magie de Payet was dat van componist Carmiet Verdaal, die nu langs mij loopt om op het podium applaus in ontvangst te nemen. En volgens mij volgen daar ook nog bloemen achter haar aan. En ze omhelst Chloe Rook heel hartelijk. Heel erg leuk om te zien. En daar komen achter haar ook nog bloemen. Thank you.
Thank you.
Applaus hier vanuit de grote zaal in Tivoli Vredenburg voor concertmeester Nadja Wijzenbeek, die de solo uit Schindler's List speelde. Die prachtige filmmuziek van John Williams voor de gelijknamige film. We gaan verder met Dvorak, de Slavische dansen. Thank you.
Through the house give glimmering light by the dead and drowsy fire. Every elf and fairy sprite hop as light as bird from briar. And this ditty after me sing and dance it trippingly. First, rehearse your song by rote, to each word a warbling note. Hand in hand with fairy grace will we sing and bless this place. Now, until the break of day, through this house each fairy stray, to the best bride bed will we, which by us shall blessed be, and the issue there create ever shall be fortunate. So shall all the couples three ever true in loving be, and the blots of nature's hand shall not in their issue stand. Never mole, hare-lip, nor scar, nor mark prodigious such as are despised in nativity shall upon their children be. With this field dew consecrate, every fairy take his gate and each several chambers bless through this palace with sweet peace, and the owner of it blessed ever shall in safety rest. Trip away, make no stay, meet me all by break of day.
If we shadows have offended, think but this, and all is mended, that you have but slumbered here, while these visions did appear, and this weak and idle theme no more yielding but a dream. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. And as I am an honest puck, if we have unearned luck, now to scape the serpent's tongue, we will make amends ere long, else the puck a liar call. So, good night unto you all. Give me your hands, if we be friends, and Robin shall restore amends. Ja, groot applaus hier uit de zaal voor het Radio Philharmonisch Orkest, verteller Ab Nieuwdorp. En ik zie de naam van de solisten van het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor die we hoorden hier niet staan. Misschien komt die dadelijk nog. Je hoorde het laatste deel uit A Midsummer Night's Dream. En daarmee eindigt ook het top 400 concert deze avond. Live vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En ondertussen komt koordirigente Irene Verburg, die het Nationale Vrouwenjeugdkoor leidt, op. En laat het koor staan. En ja, natuurlijk het gejuich wat je hoorde was ook voor die solisten uit het Nationale Vrouwenjeugdkoor. Die dus hier die prachtige rol voor rekening nam. En ze buigen hier allemaal samen met dirigente Chloe Rook en Ab Nieuwdorp. Irene Verburg en dus ja, nog eventjes die naamloze soliste die hier zo ongelooflijk mooi zong en ook bloemen krijgt. En ondertussen staat ook het Radio Philharmonisch Orkest neemt hier het applaus in ontvangst. Je hoorde dus het klassieke top 400 concert van NPO Klassiek, waarin meer dan 1000 jaar muziekgeschiedenis voorbij kwam hier vanavond. En dat was dan meteen ook de afsluiting van deze bijzondere week. Namelijk die top 400, waarin we dus die 400 stukken hoorden voorbij komen gedurende een hele week. En die eindigde dan vandaag met een deel uit de Matthäus Passion die op nummer 1 staat. Ja, en het blijft toch altijd een heel bijzonder gebeuren om zo kriskas door de muziekhistorie te gaan. Van Hildegard von Bingen naar Sibelius, naar Dvorak, naar John Williams, Simeon ten Holt, nieuw werk van Carmit van Daal. En daar zegt Chloe Wood. We have a little surprise for you. Oh, yes. Well, I hope you'll recognize this last piece. And thank you again for coming, and we wish you a wonderful evening. Thank you.
Ja, jij herkende hem misschien wel. Dat was niks anders dan de centrale eindtune van NPO Klassiek. Gecomponeerd door Daan Jansen en georchestreerd door Dirk Cox. En dat is inderdaad ingespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Daar staan we ook niet altijd bij stil. En het is niet van echt te onderscheiden als ik het zo hoor. Daarmee komt dan toch echt een eind aan deze avond, aan het top 400 concert van NPO Klassiek. Het applaus gaat hier nog even door, maar ik ga je verlaten, want in de studio staat Pieter van Nes al klaar met Passaggio. Ik wens je een hele fijne avond en tot volgende keer.